Hallo, welkom bij Garage Bakker. Mijn naam is Richard Brink en dit is een Renault Scenic met een 110 pk sterke 1.6 benzinemotor in de uitvoering Celsium. Deze auto is van november 2010 en de kleur van de auto is Gris Eclipse, anthracietgrijs metallic. Deze auto heeft mistlampen voor in de bumper. 17 inch lichtmetalen velgen, extra getint privacyglas achterin, een trekhaak, hier de bagageruimte van de auto. Die is eventueel uit te breiden door de hoedenplank eruit te halen. En de auto heeft drie aparte verstellen achterstoelen. Die kunnen alle drie verschoven worden, naar voren geklapt worden of eventueel helemaal eruit gehaald worden. Hier onder de mat een volwaardig reservewiel. In de beide achterportieren zitten zonneschermpjes ingebouwd. Aan beide kanten ook een vliegtuigtafeltje. Hier zit nog wat extra bergruimte. In de vloer aan beide kanten opbergvakken. En twee schuifladers achterin. En hier in het midden nog een extra stroomaansluiting, nog een 12 volt aansluiting. Drie aparte verstellen achterstoelen, alle drie met een hoofdsteun en ook alle drie met een driepuntschordel. Deze auto heeft dus drie apart te verstellen achterstoelen. Ik demonstreerde nu even bij een andere auto als waar dit filmpje over gaat, maar het systeem is precies hetzelfde. Die stoelen zijn alle drie in de lengte te verschuiven. De rugleuning kan eventueel nog wat verder achterover gelegd worden. Je kan de rugleuningen platklappen, op deze manier. En je kan de stoelen ook naar voren klappen. En dan zijn ze met een hele eenvoudige handeling eventueel compleet te verwijderen. En nu kan ik de stoel er dus uithalen. Zullen we even terug op zijn plek zetten. En zo zit hij weer vast. En zo staan ze allemaal weer in de oude stand. In het bestuurdersportier. De bediening van alle vier de elektrische ramen en de knop van de kinderbeveiliging. Als je die aanzet, dan kun je achterin de ramen niet meer bedienen en hij springt dan op kinderslot. De beide buitenspiegels kun je hier verstellen. Hier links naast het stuur het verlichtingshendel. Die heeft ook een automatische stand. Daar worden de lampen automatisch via de lichtsensor bediend. Hier in het midden de bediening van de mistlampen. Hier de koplamphoogteregeling, de regelbare dashboardverlichting en de knop om de traction control uit te schakelen. Hier de bekleding van de voorstoelen. De bestuurdersstoel heeft hoogteverstelling. Onder beide voorstoelen ook weer een schuiflaar. En aan beide kanten in de vloer nog weer een extra opbergvakje. Hier
op het stuur de knoppen van de cruise control en de snelheidsbegrenzer. De hoofdschakelaar daarvoor zit hier. Hiermee selecteer je cruise control, alles uit, of snelheidsbegrenzer. En met plus en min kun je hem dan instellen. De snelheid die je instelt kun je aflezen op het dashboard. Hier hebben we dan het dashboard met groot digitaal de snelheid, toerenteller. En aan de rechterkant totale kilometerstand en dagteller. Hier rechts naast het stuur de ruitwisserbediening. Met als eerste stand van boven de automatische stand. Dan worden de ruitwissers via de regensensor bediend. En hier aan het uiteinde, deze twee knoppen zijn om door de boordcomputerfuncties heen te bladeren. Hier hebben we nu dus de totale kilometerstand staan. Als ik op het knopje druk, dan kan ik al die boordcomputerinformatie langslopen op deze manier. En hier zijn we bij het begin. Die twee knoppen doen hetzelfde. Hiermee bladen je op en neer door die gegevens heen. Hier de radio stuurbediening. Hier kun je met de handen aan het stuur met de vingertoppen de belangrijkste radiofuncties regelen. En ook de telefoon kun je hier bedienen. De auto heeft Bluetooth, de radio, dus de telefoon kun je daar via Bluetooth verbinden. Hiermee pak je hem bijvoorbeeld op, hang je hem op. Hier kun je het telefoonboekje benaderen. En hier onderaan activeer je de stembediening. Hier de radio zelf dan. Radio met cd-speler. Die kan ook cd's met mp3-bestanden aan. En hij heeft ook nog een auxiliary ingang. Waar je dus een externe muziekspeler kan aansluiten. Je kan overigens ook, als het muziek op je telefoon staat, via het Bluetooth signaal audio streamen. Dus muziek vanaf je telefoon afspelen. Hier het navigatiescherm. De radioinformatie overigens staat daarboven. Daar staat ook de buitentemperatuur. Navigatie hebben we dus daar. Je heeft de bediening hier op de middenconsole zitten. Hier kun je de belangrijkste functies regelen. Het systeem wordt aangeleverd door TomTom. Maar dus gebruik van TomTom kaarten. Maar ook bijvoorbeeld TomTom Live Services kun je op abonneren. En hier kom je in het bekende TomTom menu uit en door te draaien en te drukken, en je kan hem ook eventueel als joystickje gebruiken, navigeer je door de menus heen. Die zit hier dus op de middenarmsteun. Dit geheel is te verschuiven. Er zit hier een hendel voor, die staat op een rail. En hierachter zit nog een extra opbergbak. De radio hadden we dus daar. Daaronder zit het paneel van de verwarming, climate control. Dus automatische airconditioning met twee klimaatzones. Je kan links en rechts een andere temperatuur instellen. Dat was dus de auxiliary ingang, hoofdschakelaar van de cruise control en de knop van de automatische parkeerrem. Die gaat dus automatisch. Dat betekent als je de motor uitzet, springt hij automatisch op de handrem en rij je weg, dan springt hij er ook weer vanzelf af. Maar die kun je ook eventueel vanaf hier met de hand bedienen. 6 versnellingen. Hier de kaartlezer. Dan stop je dus de startkaart in om de auto te kunnen starten. En dan zit daar de startknop. Daar kun je hem dus mee starten en met dezelfde knop zet je hem ook weer uit. Hier bovenin dan nog. Hier zit het microfoontje van de CarKit. Hier een intern communicatiespiegeltje. Dus om eventueel kinderen achterin in de gaten te kunnen houden. Hier het dashboardkastje met ook de boekjes van de auto. Hier de boekjes van de auto en de beide startkaarten. Dat zijn twee identieke startkaarten, allebei met afstandsbediening van de centrale vergrendeling. Hier achterin het instructieboekje staat het onderhoud. Deze auto hebben wij heel jong gebruikt aan de vorige eigenaren verkocht. En die is daarna altijd hier bij ons in onderhoud geweest. Kijk voor meer informatie over deze auto op onze website. En graag tot ziens bij Garage Bakker.